Nadat mijn hoogbegaafde zoon met schooltrauma was uitgevallen op het basisonderwijs en hierdoor een van de duizenden thuiszitters werd die Nederland rijk is, verslond ik alles wat ik over hoogbegaafdheid kon vinden. Want hoewel hoogbegaafdheid heel veel mooie kanten kent, kunnen onze kinderen het toch soms knap lastig hebben. Uiteindelijk besloten wij als gezin dat wij de kennis en ervaringen die wij hadden opgedaan wilden delen met andere ouders en leerkrachten, zodat de reis voor hen iets makkelijker zou worden. We doen dit via het boek Een Intense Reis, maar ook via deze podcast, waarin deskundigen op het gebied van begaafdheid hun kennis delen, want samen komen we verder. Dit is Een Intense Reis, de podcast, en mijn naam is Marije Hoefland. Ja, vandaag gaan we het hebben over een onderwerp wat ik heel erg mooi vind, maar wat ook soms in ons schoolsysteem best wel lastig kan zijn, namelijk beelddenken. En zoals ik zelf ook al aangaf in mijn boek, is onze zoon ook een beelddenker. Het is soms echt geweldig om te zien. Dan kijkt hij naar een hoek in de ruimte. En dan lijkt het wel alsof hij zelfs gewoon de ondertiteling aan het oplezen is. En toen vroeg ik aan hem van, joh, zie je het nou echt als een film die afspeelt in je hoofd? En hij keek me aan en hij zegt, ja, eigenlijk wel. Ik zie het gewoon in beelden vormen. En het voelt als iets wat ik eigenlijk gewoon op kan lezen, zeg maar. Net als YouTube-filmpjes bijna. En ik vind dat een geweldig iets, want het geeft hem gewoon de kracht om heel erg veel dingen gewoon op een ontzettend mooie manier te visualiseren. Omdat zijn hersenen eigenlijk alles wat hij ziet al vertalen. In beelden, zeg maar. Dus ik vind het ook heel alles fijn. Wat hoort, ja, alles wat hij denkt. Beelden. Ja, alles wat hij hoort, wat hij denkt, wat hij beleeft. Ja, ja. Daar ziet hij beelden bij, zeg maar. Dus ja, dat hoeft niet eens. Dat kan heel breed gaan, denk ik dan. Maar hij vertaalt dat in de meest prachtige beelden in zijn hoofd. Waarvan hij nu aan het leren is om die weer op een of andere manier ook uit te kunnen zenden, zeg maar. Maar daar gaan we het later nog over hebben. Mijn gast van vandaag is Suzanne Buys. Suzanne is eigenaar van het Droomdenkers Talentcentrum, waar ze hoogsensitieve beelddenkers en hoogbegaafde jongeren helpt ontspannen te leren. En voor ouders en leerkrachten maakt ze ook een online videocursus, met daarin heel veel eye-openers en gouden tips die ze kunnen gebruiken. Suzanne is auteur van diverse boeken over hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit en beelddenken, waaronder De Droomdenker. En dat vind ik echt een prachtig boek, wat ontzettend mooi aansluit op het onderwerp waar wij het vandaag over gaan hebben. Dus dank je wel, wat ontzettend fijn dat we vandaag met elkaar in gesprek kunnen gaan. Ja, jij ook, dank je wel. Ik vind het ook heel erg leuk. Ik heb er zin in. Oh, mooi. En bedankt voor de mooie introductie. Ja, graag gedaan. Het is fijn als mensen zo blij zijn, vooral met het droomdenken. Mooi, hè? Ja, ik kan me ook echt voorstellen dat dat boek ook een klein beetje als een kindje voelt. Ja, zeker. Ja, mooi. Ja, voor ons is het eigenlijk alsof beelddenken als een soort rode draad door de begaafdheid van onze zoon loopt. En toen ik jouw boek las, De Droomdenker, herkende ik daar heel erg veel dingen in. Het kunnen dagdromen in zijn eigen wereldje, maar ook het te moeilijk denken. Ik heb toevallig, er staat een voorbeeld in je boek over met het hek. Oh ja. En mijn zoon die had deze week eigenlijk een soort gelijk voorbeeld. Dus toen heb ik gelijk dat bruggetje gemaakt om dat erbij te hangen. Ja. Zei hij, ja, maar mama, ik kan dat dan niet loslaten. Want het moet toch een nut hebben? Het moet toch, het moet toch ergens voor zijn? Ja. Maar blijkbaar zijn sommige dingen gewoon nog nergens voor of iets dergelijks. Ja. Dus hij kan echt heel erg doordenken met dingen. En soms ook te moeilijk. Bijvoorbeeld bij rekenen is het nu zo dat hij moet gaan leren wat zichtlijnen en dergelijke zijn. En dan vragen ze van, joh, hoeveel koeien staan er nu binnen de zichtlijn? En het is dus eigenlijk de bedoeling dat je met een soort haviksogen van boven kijkt op die koeien. En tegelijkertijd die zichtlijnen in gedachten neemt om te kijken hoeveel koeien daar staan. Maar hij raakte helemaal in paniek. Want hij had zoiets van, ja,
Maar die ene koe staat voor die andere koe. En zie je nou nog een klein stukje van die koe? Of zie je hem helemaal niet? Ja. Terwijl het gewoon de bedoeling was dat hij gewoon klakkeloos die koeien natuurlijk zou, zou gaan tellen. Dus ook dat stukje te moeilijk denken. Ja, ja, en ik zou dan ook denken, hoe weet je nou dat het allemaal koeien zijn? Want misschien zitten er wel stieren tussen. Ook dat, ja. Ik ga niet zomaar een verkeerd antwoord geven. Dus ik moet wel even van alle kanten kunnen bekijken. Ja, en dat had hij ook. Het was van, ja, hoeveel zie je er dan als je op die stip staat? Ja, maar mama, hoe weet ik nou hoe iemand op die stip staat? Ja. Hij kan wel met zijn rug naar die koeien staan. Ja. Heerlijk. Ja. Maar goed, dat zijn dingen die nu in het eerste jaar op de middelbare school, waar hij echt ook wel tegenaan loopt, dat hij ook soms gewoon eigenlijk te moeilijk denkt. Ja. Maar ik wil het eigenlijk ook niet helemaal kwijtraken bij hem. Want dat is het echte leven, weet je, dat is een kracht. Als je later echte problemen op wil lossen, dan moet je wel degelijk weten of dat er nog koeien achter andere koeien staan, zeg maar. Want, precies. Ja, anders. Die sommetjes zijn vaak gewoon onnozel. Ja. En daar begint dan al dat ze denken, waarom moet ik dit dan doen? Exact, ja. Ja. Ja, en dingen die zijn voor hem vaak gewoon heel erg logisch. Maar andere mensen die denken van, nou, waarom hou je dat er nou bij? En die raken geïrriteerd omdat hij niet op aan het letten is, maar met iets anders bezig is. Maar hij is helemaal niet met iets anders bezig. Hij maakt alleen een link die zij niet gelegd hebben tussen de dingen waar hij mee bezig is. Dus dat vond ik heel erg mooi om te lezen in je boek. Dat ik dacht, ik wou dat ik jouw boek eerder had gehad, dat ik hem... ook toen die wat kleiner was, met hem had kunnen lezen, zeg maar. Dus, dat kan me wel voorstellen. Want eigenlijk is het echt, hoe eerder je dat beseft, je hoeft het nog niet eens te kunnen oplossen of zo ermee. Maar als je het besef maar hebt en ervan bewust bent dat het anders werkt in zijn hoofd, maar ook, hoe werkt het in je eigen hoofd? Ja. Want ik krijg ook mailtjes van opa's en oma's die zeggen, nou, nu begrijp ik dat pas. Mooi, van mezelf. Ja. Of van zichzelf. Van zichzelf. Oh, dat is helemaal... Je moet er maar net opkomen om dat ooit te bespreken met iemand. Hoe heb jij dat? Ja. Zelfs binnen, als ik een gezin heb en we doen die testjes. Van, ben je taaldenker, ben je beelddenker? Of hoe zie jij dat? Of bepaalde spelletjes. Zijn ze gewoon verbaasd. En dan, als je dan naar de uitslag kijkt, is het heel vaak zo. Oh, vandaar dat wij ruzie hebben. En jullie dat zo oplossen. Ja. Weet je wel, het is gewoon een middel waardoor je anders met elkaar kan bespreken als er iets aan de hand is. Ja, ja. Ja, kun je kort uitleggen wat het nou eigenlijk is, beelddenken? Ja. Wat gebeurt er dan bij kinderen? Nou ja, sowieso bij kleine kinderen is beelddenken eigenlijk de enige manier die ze op dat moment nog hebben, omdat ze geen taal beheersen. Dus je kunt het zo zien dat vanaf je 8e ongeveer gaat het taaldenken de overhand krijgen. Omdat je dan hebt leren praten. Eerst leer je natuurlijk klanken herkennen van je ouders. Ja. Dat ga je combineren met wat er gebeurt. Ja. Dus wil je drinken, dan gebeurt er iets wat via je mond lekker gevoel geeft in je buik. En, ja, precies. En al die processen die krijgen dan een klank. Ja. En naarmate dat meer wordt en je gaat ook lezen en je gaat ook schrijven, gaan veel mensen over op taaldenken. Eigenlijk is beelddenken niet iets anders dan wat we allemaal doen. Maar het is dat je daar wat meer mee bezig blijft, terwijl de rest soort van doorstroomt naar het taaldenken. Ja. Wat school ook wil. School bevordert dat natuurlijk heel erg. Je krijgt heel veel lezen en schrijven op school. En je beweegt steeds verder weg van het beelddenken eigenlijk. Terwijl als je heel sterk bent in beelddenken, is taal gewoon een, wat het voor iedereen is, een aangeleerd hulpmiddel dat als je heel snel denkt, gewoon achterblijft. Ja. Want je kan 32 beelden per seconde verwerken en iets van 6 woorden, maar dan moet je wel ook nog snel op die woorden zien te komen. Ja, en wat ik me ook kan voorstellen, dat het vervolgens lastig is op het moment dat jij 32 beelden tegelijk binnen krijgt in een seconde. Misschien niet tegelijk, maar jij krijgt 32 beelden binnen. Maar iemand verwacht wel dat je dat wat jij binnenkrijgt, dat je dat vertaalt en overbrengt naar iemand anders weer. In woorden die niet in jouw hoofd kan kijken. Ja. Dat je kunt niet zeggen van zoals we nu doen, van we nemen het filmpje op en we spelen hem uiteindelijk weer af. Nee.
Precies. Dus dat lijkt me, ja, dat lijkt me ook wel best een lastig dingetje. Ja, dat is best lastig. En ook omdat je ook nog probeert in te schatten, wat wil die ander nou van mij? En hoe kom ik aan het goede antwoord? En ja, wat gaat diegene begrijpen van mijn antwoord? Veel hoogbegaafden zijn daar de hele tijd mee bezig. Van hoe begrijpelijk ga ik worden voor die ander? Ja. Omdat je al heel vaak super vroeg hoort, ja, je praat in raadsels. Of het is onbegrijpelijk wat je zegt. Of ja, kom nou eens tot je punt. Of je hoort zo vaak dat jij niet te begrijpen bent. En je zegt net veel hoogbegaafden. En het komt ook in veel boeken terug natuurlijk. Ook het stuk beelddenken. Maar is het nu ook zo dat het iets is wat veel bij hoogbegaafde kinderen voorkomt? Meer dan bij andere kinderen? Of ja, niet? Ik denk dat het een logisch gevolg is van dat het sneller is. Ja. En dat is gewoon lekker. Ja. En veel hoogbegaafden vinden dat leggen van verbanden heel fijn. Maar ook dingen van veel kanten bekijken. Dus breed beoordelen. Dieper over nadenken. Dat is lekker als je kan cirkelen. Zeker. Als je even kan inzoomen, weer uitzoomen. Dat gaat allemaal niet in taal. Ja. Dus wat dat betreft is het gewoon veel lekkerder om naar een film te kijken dan naar statische letters. Nou, er zijn er wel echt veel hoogbegaafden die ook heel sterk worden in taal. En dat mooi kunnen combineren. Dat is nog mooier natuurlijk. Op het moment dat je ermee kunt spelen en echt die link kunt leggen. Precies. En het is gewoon ook heel nuttig voor op school. Ja. Maakt het wel makkelijker om op school mee te komen. Ja, want je zei net ook al, het onderwijs natuurlijk in Nederland is eigenlijk heel erg auditief. Er wordt heel veel verteld. Ja. Heel veel met taal gedaan. Ik merk dat zelf bij onze zoon, dat hij nu niet altijd op de juiste manier de dingen binnenkrijgt, zeg maar. En dat wij daar nog een soort van vertaalslag over moeten doen thuis. Ja. En dat ik dan, ja, dat klinkt heel stom, maar soms af en toe denk van, oh, was het niet sneller geweest als we direct gewoon die vertaalslag hadden gemaakt. Vaak ook omdat de stof auditief en in brokjes wordt overgebracht. Terwijl wat ik merk bij hem wat werkt, van als we nu vanuit het leerdoel gaan werken en we gaan terugwerken, dan weet hij er daadwerkelijk wel heel erg veel van af. En dan ziet hij die dingen in zijn hoofd. Maar dan moet ik hem nog eventjes helpen ook om die antwoorden eruit te krijgen. Want hij is heel erg geneigd om heel kort en bondig antwoord te geven. En dan te zeggen, ja, maar dat zeg ik toch. Want hij ziet er zelf zoveel meer beelden bij. Dan dat hij deelt, zeg maar, op papier. Ik zeg, maar dat is natuurlijk niet het antwoord wat de juf of de meester wil horen. Ik zeg, ja, in de hele allerkleinste kern heb je wel gelijk. Heel compact. Maar dit is wel heel compact. En dan moeten we echt nu nog samen gewoon doorgaan vragen van, joh, vertel mij dan, probeer onder woorden te brengen wat hetgene is wat jij ziet in je hoofd. Dan gaan we dat samen ook nog op papier in woorden zetten. En dat gaat dan steeds beter, alsof er een soort van knopje omgaat. Ja, het is echt training, ja. Ja, en dan dat steeds sneller en steeds beter gaat. En dan laat hij voor de rest ook het schoolse stuk los. Dus hij leert alleen maar wat hij zelf heeft gemaakt op basis van die leerdoelen. Ja. En dat gaat hij dan een aantal dagen doornemen. Oh ja. En dan lukt het wel. Ja, ja, het is interessant, hè. Je moet echt leren om de antwoorden te geven die school wil horen. Ja. En zelf denken moet je maar na school. Dat Gek, is hè? Echt, maar dat is wel vaak een belangrijk inzicht voor veel jongeren ook. Van school wil gewoon weten of jij dit hebt gelezen en dat je dat kunt reproduceren. Ze willen niet weten wat jij er allemaal over vindt, wat je erover denkt, wat voor andere informatie jij nog hebt die misschien heel verhelderend zou kunnen zijn. Je hoeft er geen mening over te hebben of ideeën voor oplossingen. En dat is heel moeilijk, want dat is juist wat hoogbegaafden lekker vinden. En dat is ook. Eigenlijk word ik er heel verdrietig van als ik dit zo hoor. Als hetgene wat het toe doet. Ja. Dat vragen we eigenlijk niet. Ja, je leert ze af om zelf te denken. Ja. En daarna, als je dan gaat studeren, is het wel de bedoeling dat je op een gegeven moment zelf dingen gaat ontwikkelen. En gaat onderzoeksvragen gaat opstellen. Ja. Ja, en dan
loop je daar tegenaan dat het heel lang geleden is dat je dat nog vanuit jezelf kon. Bizar, hè? Ja, het is wel belangrijk om dat na school te blijven ontwikkelen, denk ik. Ja. Maar weet je wat je net zei over die brokjes informatie aanleveren? Het is gewoon, als je het hebt over die vertaalslag, hè? Ja. Als jij tegen mij zegt, ja, brokjes informatie en dan van beelden naar woorden, dan blijf ik een beetje hangen bij... Ik blijf eerst heel even hangen bij brokjes, want ik denk dan aan hondenbrokjes. Dan okay. Beelden. En ook al doe ik dit elke dag, dan nog zie ik dan gewoon van die witte marmeren beelden. Die moeten naar mijn hoofd. Dan denk ik, oh, dat moet niet te hard, want het is natuurlijk heel zwaar. Dan zie ik al mijn hoofd, zeg maar, ingedeukt worden van die beelden die in mijn hoofd... Dus ik heb je ook nog pijn gedaan. Ja, standbeelden. Standbeelden, precies. Maar dat is dus ook een dingetje. Omdat hier de gevoeligheid ook heel erg meespeelt bij beelddenkers. Die dus de sensaties ook beleven van wat ze in hun hoofd zien. Ze kunnen echt de angst daarbij al voelen. Of zelfs fysiek reageren op ideeën over pijn, zeg maar. Wat mooi dat je dit zo zegt. Intense. Want ik had nooit... ik had altijd de link gelegd tussen hetgene wat hij voelde, zeg maar, en die angst die hij daarbij kon voelen en dergelijke, wel heel sterk met zijn zintuigen. Ja. Maar ik had hem eigenlijk nog nooit gelegd met juist ook dat stukje... Van binnenuit. Van binnenuit en van beelddenken. En dat je dan, zeker op het moment dat je natuurlijk ook emotioneel intens bent, dat die link gewoon soms echt... best wel heftig kan zijn. Precies, want je kan iets kijken en echt zo intens meeleven met wat je ziet. Bijvoorbeeld een film, maar ook dus een gedachte over een rampscenario. Ja. Dat het voelt of je erbij bent. En dan ook die uitputting ervaren van wat je op dat moment hebt meegemaakt, terwijl je het niet hebt meegemaakt. Ja, en je voelt al dat je lichaam reageert. Mijn lichaam reageert nu al, doordat ik nu gewoon ook voor me zie. Ja. En... dat je gewoon kippenvel krijgt. Laat staan als je een kind hebt wat al een vorm van stress ervaart, zeg maar. Of, of trauma of wat dan ook. Hoe heftig dat binnen kan komen. Ja. En hoe moeilijk ook voor ons om dat misschien altijd te begrijpen. Want mensen roepen heel snel, ja, maar de ruimte hier is toch veilig. Maar er is een heel groot verschil tussen veilig zijn en veilig voelen. Ja, zeker. En ook vaak denken mensen veilig is dat je alles mag zeggen. Maar dat is helemaal niet zo. Nee. Want juist deze kinderen, wat ik al zei, je krijgt zo vaak te horen, daar hebben we het nu niet over. Even je mond houden, even de andere kinderen of even niet. Ik ben niets aan het vertellen. Weet je, je hoort de hele tijd maar dat je stil moet zijn of niet zo overdrijven. Er komt nog een rampscenario voorbij met een aantal sirenes. Ja, dan moet ik dus ook echt nu weer schakelen. Waar gaan ze heen? Weet je wel, ik heb bij de krant gewerkt. Dus ik ben ook nog zo dat ik het dan wil weten voor het verspreiden van de informatie. Ja. Dan zit ik daar meteen in. Maar wat was ik aan het zeggen? Ja, dat, als je er zo in zit en je hebt al zo vaak gehoord dat je je niet mag voelen zoals je je voelt. Dan ben je per definitie niet veilig bij... alle leerkrachten, als dat al bij 10 leerkrachten is gebeurd of zo, weet je wel? Je kan niet elke persoon opnieuw de volledige 100% kans geven dat die wel te vertrouwen is als het al zo vaak pijn heeft gedaan. Klopt, ja. En wat ik wilde zeggen over die vertaalslag van beeld naar woord naar beeld. Want op het moment dat ik dus, jij hebt het over brokjes en beelden naar mijn hoofd, dan zit ik daar allemaal in. Moet ik allemaal... wissen. Ja. Ik weet dat ik dat moet wissen. Want jij bedoelt niet hondenbroekjes. Ik moet ook geen marmeren beelden naar mijn hoofd gooien. Dus ik weet dat. Dus dan ga ik dat allemaal deleten. Dus ik spoel terug. Intussen mis ik een stukje van die zin. Dus moet ik die hele zin terugspoelen. Ja. Dan de juiste betekenissen aan die woorden plakken. Dus brokjes, dat is het opzoeken. Want er zijn nog meer brokjes. Jij bedoelt kleine stukjes informatie. Bijvoorbeeld een heel klein stukje tekst. Ja. Oh ja, oké, plak dat erin. Nou ja. Weet je wel, en als je bedenkt hoe een ingewikkeld proces dat is. Dat je elke keer dingen moet weggooien. Weer opnieuw met die zin beginnen. En dan ook nog zorgen dat je met een antwoord komt. Want ik zie jou al ongerust worden van... komt ze nou, is ze nou, hoort ze me nou? Weet je wel, gaat ze nog antwoord geven? Waar gaat dit heen?
Nou, dan begin ik maar alvast te praten, want anders ga jij misschien toch iets anders weer vragen. Ben ik nog langer bezig? Ik wacht wel even. Ga ik gewoon alvast praten, weet je wel. En dat is gewoon wat er bij die kinderen ook gebeurt. Dat hoor je ook vaak. Van, ja, ze ratelt of hij ratelt. Hij kletst maar door en je komt er niet tussen. Dat is ook de bedoeling dat je er niet tussen kan komen. Want intussen, als ik zelf praat, kan ik bedenken wat ik wil zeggen. Ja. Als jij blijft praten, blijft die informatie binnenkomen. Ja, je blijft maar stukjes vertalen en weer terugspoelen. Ja, en... precies. Dat is heel vervelend. Hoe zouden leerkrachten daarmee om kunnen gaan op het moment dat ze dat tegenkomen bij kinderen in de klas? Zouden ze het überhaupt kunnen herkennen? Ja, ik denk wel vaak als iemand je een beetje onnozel aanstaart, geef het wel diegene, diegene de kans dat er misschien van binnen heel veel aan de hand is. Dat is natuurlijk echt precies waar dat boek ook over gaat, van de droomdenker. Van ja, het is eigenlijk staren naar een pand en niet weten dat er binnen 8 films draaien, weet je wel. Wat een mooi, die vind ik heel mooi. Ja, je moet er wel even opzetten, dit is een bioscoop, we hebben een natuurfilm, actiefilm, romantiek en nog een animatie in de middag. Ja. Weet je, dat is handig om te weten. En soms spelen we ze lekker door elkaar. en dan mag je kiezen. Maar ik denk dat dat helpt. En ik denk dat het ook helpt om niet altijd op dezelfde manier met de kinderen in gesprek te gaan. Dus soms is het gewoon lekker om met 2 of 3 van deze lekkere dromers te gaan zitten. En ze de tijd te geven van, wil je misschien erbij tekenen? Wanneer wil je iets zeggen? En niet aan blijven kijken en wachten op een antwoord bijvoorbeeld. Deze kinderen vinden het ook lekker als je ze niet aankijkt. Klopt, ja. Of als je naast ze zit. Ga lekker met ze vissen. Je hoeft geen vissen te vangen, maar weet je, ga aan het water zitten en kijk dezelfde kant op. Dat maakt al een heel groot verschil. Dat maakt een enorm verschil. En ik had dat. Ik heb zelf denk ik pas op volwassen leeftijd geleerd om mensen aan te kijken. En nog af en toe kijk ik weg. En dan denk ik, rustig. Even wegkijken is lekker. Net wat je zegt, je zoon kijkt langs je heen. Of je kijkt gewoon naar een vast punt of zo. En het is net of je dan een projectiescherm hebt. Ja. Ja, dat is wel... gewoon nuttiger voor het tot rust brengen. Dat wilde ik net zeggen. Van, het lijkt alsof je een projectiescherm hebt, maar je hebt ook gewoon even de ruimte nodig waar dat projectiescherm past of zo. Ja. Weet je? Dat het niet tussen ons in past, maar daar wel. Ja. 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 En ik vind dat ook wel lekker als iemand anders dat ook gewoon ook doet en het snapt. En soms moet je het wel even benoemen. Het is echt vervelend dat dat hele iemand aankijken gekoppeld is geraakt aan autisme. Dat ze dan zeggen, het zijn autistische trekjes. Maar het is gewoon een kwestie van keuzes maken in hoeveel input je wil vanaf die ander. Want als ik ook aan jou zie van, nu ben je aan het nadenken, nu ben je aan het luisteren, nu ga jij zelf praten. Weet je wel, dan constant dat scannen, dat is gewoon super intens. En dat is voor jou ook zo. Ja. Weet je wel, dus soms werkt het niet om dat te blijven doen. En bij sommige mensen is het wel makkelijk. Dan vind je het juist handig. Ja, en bij sommigen is heel het veel ook mensen gewoon niet. Te intens. Ja, en zeker leerkrachten, die willen wat van je. Ja, hoe heet dat nou ook weer? Demand. Dus ook nog zo'n term van hoeveel verwachtingen je aan kunt van mensen om je heen. Dus het is een soort demand anxiety of zo. Ja, ja. Dat zodra iemand in je buurt komt, kan het zijn dat hij iets van je wil. Dat je stiller bent, dat je wel wat gaat zeggen, dat je een antwoord gaat geven. Of die wil zijn verhaal kwijt, of die wil weten of je het koud of warm hebt. Weet je wel, die persoon die komt dus met iets waardoor jij weer iets moet. Ja, en die verwachting gaat misschien op den duur ook wel gewoon een heel eigen leven leiden. Dat hij nog veel groter wordt dan dat hij misschien eigenlijk in... Precies, dus dat maakt is. Anxiety. Ja. Ja, dat je er al onrustig van wordt van, er komt iemand in mijn richting. Ja. En ja, dat heeft dan ook echt, dat is echt ook die combinatie van het denken in beelden, maar ook die hoogsensitiviteit. En bij hoogbegaafdheid komt er dan nog bij dat al die verbanden worden gelegd, maar het gaat ook echt vaak fout. Ja. Dus als jij een beetje zweterig bent, kan ik denken dat je bang bent of boos of opgefokt. Kan ook zijn dat jij net even te snel je gemberthee heb opgedronken. Ja, precies. En het heeft er niks mee te maken met je emoties. Maar als ik niet weet van die gemberthee, hang ik er misschien het verkeerde label aan. Ja. En dat is dus bij hoogbegaafdheid. Vaak zitten ze supergoed en strak en denk je, hoe kom je aan die informatie? Weet je wel, hoe kan het dat je dat al door hebt? Ben je mijn gedachten aan het lezen? Maar het kan ook fout zijn. En als je er niet van bewust bent dat je te snel je conclusies trekt,
ja, vette ruzies voor krijgen. Het is ook niet voor niks dat zoveel hoogbegaafden gewoon in conflicten terechtkomen. Omdat ze denken dat ze het beter zien. Heel vaak wel, soms ook echt niet. Soms niet. En daar moet je wel over kunnen praten. Ja. Daar ben ik ook echt voorstander van open zijn daarover. Ja, en het is ook wat ik voor mezelf dan vaak... dat je heel erg de neiging hebt om de controle te nemen. Omdat je heel veel dingen eigenlijk al in een aantal stappen vooruit ziet misgaan. Ja, ja, precies. En dan in wil grijpen dat het niet misgaat. Ja. Maar de rest is nog allemaal niet zo nee, ver. Dus ben dat, gewoon irritant, ik ben de irritante bedweter en controlfreak. Ja. Die vooraf zich er een beetje tegen... aan het bemoeien is, zeg maar. Ja, weet je wat ook nog het gevaar is, als je dat uitlegt? Ja, ik zag al dat jij zo van die steiger zou glippen en dan zit je tussen die boot vast en dan stoot je meteen je kop, weet je wel. Als je dat zegt, dan lijkt het net of je totaal geen vertrouwen hebt in die ander, want die ander heeft dat gevaar nog totaal niet gezien. Ja. Dus je komt dan veel te kritisch over en te sturend en te directief, wat heel ongemakkelijk is, zeker bij deze kinderen, om ze al te vertellen wat er misgaat. Ja. Of ze gaan denken, mama heeft gelijk, ik moet heel erg uitkijken en de wereld is gevaarlijk. Of ze gaan zich er tegen verzetten, wat eigenlijk gezonder is. Maar dan krijg je dat van, ja, hij heeft woedeaanvallen, hij heeft driftbuien, we hebben altijd strijd in huis. Ja, dat doe je ook zelf als ouder. Dat is niet alleen maar dat kind. Dat doe je ook zelf door je zo op te stellen. Ik zeg niet tegen jou persoonlijk. Nee. Ja, wij hebben gelukkig thuis niet heel erg veel strijd, moet ik zeggen. Nee, ben je ook heel erg ingezoomd op je kind. Dus kun je ook veel faciliteren. Dat hoorde ik al aan wat je net vertelde. Ja, dus thuis is die strijd is er eigenlijk gelukkig niet. Nee, hebben wij echt een hele fijne, hechte relatie, waar we gewoon puur van elkaar genieten. Dus dat is wel super fijn. Maar daar heb ik ook heel veel voor gedaan. In andere omgevingen is dat niet altijd zo. Nee, dus hij moet wel leren om... Ja. Je hebt echt een soort omgeving en kunnen creëren en een studie gemaakt van wat hebben jullie nodig. Ja. Maar ja, als je dan inderdaad in de buitenwereld komt, dan kom je wel tegen dat niet iedereen dat begrijpt. Er zijn het gewoon natuurlijk ook superveel vooroordelen. Nou ja, dat. Die gewoon in de weg en zitten. Ook dat ik moet af en toe even stil moet staan. Dat mijn angst niet altijd zijn angst is. En dat ik hem ook, wat je net al zei, van joh, ik zie vijf dingen van tevoren. En hij ziet dat misschien ook wel. En op andere punten zien mensen dat misschien niet. Maar dat ik hem ook de kans moet geven om het gewoon zelf op lekker te lossen. Weet je wel, gewoon lekker je eigen fouten maken en je eigen ding waardevol doen. Ja. Ik niet als een soort van curling ouder gewoon om me heen moet de weg voor hem vrij moet maken. En dat is iets wat ik nu aan het leren ben, maar waar ik af en toe eventjes zelf het spiegeltje nodig heb van... Ja. Oh ja, nee, dit was weer niet mijn sterkste dag. Nee, vandaag. Precies, maar ook dat inzicht dat zeg maar als ouder ben je niet per se de beste ouder als je alles zo goed mogelijk doet voor je kind. Precies, het is ook heel goed als je zo goed mogelijk dingen laat voor je kind. Ja. Dus inderdaad, geef ze die kans om iets te ontdekken of fout te doen of te prutsen. Want daar groeien ze van op een andere manier. Ja. En ik denk dat heel veel ouders als een kind bijvoorbeeld ergens iets uit wil halen en die vergeet dat er nog een plakbandje zit. Meteen zeggen, er zit nog een plakbandje. Of geef maar. Ja. Of hier heb je een schaar. Weet je wel. Echt dat aanleren om dat niet te doen, dat is trainen van executieve vaardigheden. Dus je moet jezelf trainen om niet elke keer erin te springen of zeker te helpen. Of weet je wel, vroeger was dat ook, hadden ouders daar gewoon geen tijd voor met 12 kinderen. En dan moest je ook zelfstandig worden. Ja, nu komen ze dan op hun 25e erachter van mijn kind is toch wel erg verwend. Ja, precies. Loopt nog steeds met zijn veters los. Ja, precies. En dat begint echt bij stomme dingen als gewoon... niet dat plakbandje voor ze gaan fixen. Ja. Maar doe het even lekker zelf. En daardoor komen ze er ook achter hoeveel je voor dingen moet doen. Zeker. Dat iets moeite kan kosten. En dat ze het zelf kunnen doen. Ja, ze overwinnen dat ook wel weer. Ja. Ja, daar heb je veel aan. Ja, zeker. Absoluut. Over voor dingen iets moeten doen gesproken. Ik zei net al hoe we het leerwerk zeg maar konden doen. En dat gaat eigenlijk gewoon heel erg goed. Maar wat nog steeds wel gewoon echt een dingetje is, is dat stukje
automatiseren. En ik weet dat toen onze zoon thuis zat, toen hadden we dat echt gedaan op een manier ja, die ook in een boek stond, zeg maar, die ik had gelezen. Ik leer anders van, volgens mij Agnes Oosterveen was dat volgens mij. En die had een boek geschreven waarin echt er letterlijk een tekening was, zeg maar, van zijn hoofd. Waarbij we dan samen gingen kijken van oké, in jouw hoofd is een gang en er zitten deuren in. En er zijn kamers en dan maken we een blauwe kamer, een gele kamer, een rode kamer. Ja, dan hangen we daar zeg maar die tafels in op schilderijtjes. En als we die schilderijtjes ophangen, dan halen we alle zintuigen bij elkaar. Dus we spreken het uit, we schrijven het daadwerkelijk alsof we het op de muur schrijven. En we visualiseren het ook in ons hoofd dat schilderij daar echt hangt. En dat doen we steeds met twee tafels, doen we dat tegelijk. Ja, en dat hadden we een tijdje gedaan. En hij keek me aan en hij zei, mijn moeder is achterlijk geworden. Nee. Dus echt helemaal van het padje af. Ik zeg, geef me nou een kans. Ik zeg, als het nou niet werkt, dan weten we dat ook. Maar misschien doet het wel iets. En hij was die tafels aan het visualiseren. En later vraag ik, en wat is nou 3 keer 4? Keek me aan en zijn ogen worden groot en hij zegt, mama, ze ploppen! Oh ja? Oh, cool. Dat was zo cool. Dus hij zag eigenlijk gewoon dat schilderij, dat kwam als het ware naar hem toegevlogen. Oh, ja. En daar stond hem op 3 keer 4 is 12. Ja. En het was zo mooi om dan al die kracht bij elkaar in te zetten, dat echt ging werken. Nu moeten we zeggen dat het afgelopen jaar is er niet heel erg veel gedaan met die tafels. Dus we moeten de schilderijtjes af en toe een beetje afstoppen. Ja, precies. Even het museum weer open. Openmaken. Maar dat gaat nu ook steeds beter. Dus dat is wel heel erg fijn. Maar dat werkte dus wel voor die tafels. Maar hij krijgt nu ook natuurlijk van die Franse woordjes. Ja, maar dan ook echt 200 tegelijk. Ja. Ja, het is echt verschrikkelijk zoveel. Ja. Zijn daar dan ook een soort van tips of trucjes of dingen die we kunnen proberen om dat ook een stukje makkelijker voor hem te maken? Nou, op zich zo'n indeling met verschillende kleuren kamers, daarmee zou je natuurlijk kunnen zeggen, de zelfstandig naamwoorden gaan in die kamer die te maken hebben met de boerderij of de vakantie, weet je wel. Dat je op thema en de werkwoorden zijn groen, want dat is groen is gaan en dus het is beweging. Oh, mooi, ja. Heel dat soort dingetjes kan je natuurlijk doen. Ik vind het ook heel erg nuttig om te leren met beweging. Dus zelf te bewegen ook. Ik geef zelf de leren methode. Ja. En dan is het ook een tip bijvoorbeeld van gebruik flitskaartjes. Gewoon echt fysieke kaartjes. Of post-its met aan de ene kant het Nederlandse woord, aan de andere kant het buitenlandse woord. Ja, dat proberen we nu ook, maar dan wel fysieke kaartjes. Ja, want als precies. Het op de computer is, dan... Nee, voor sommige kinderen is het lekker, maar dan zit je wel weer stil en het is maar op één manier dezelfde informatie krijgen. Kijk, je kan met die post-its of met flitskaartjes kun je ook beeld erbij tekenen natuurlijk. Je kan er iets... ook weer een kleurensysteem in aanbrengen. Dat is ook wel mooi inderdaad, een beeld bij... Mijn vriendin is grafisch ontwerper. Ja. En die tekende dan de voorkant. En dan op de achterkant stond dan het Franse woord. Want dat Nederlandse woord weet je wel. Ja. Dus dan koppel je het beeld aan het Franse woord. En dat is dan weer een stap minder ingewikkeld in taal. Dus dat is ook wel leuk. Maar heel veel woorden heb je natuurlijk gewoon geen beeld bij. Nee, maar ook heel veel wel. Dus, ja, die ga ik eens proberen. Het is een memory dan. Hè. En verspreid die kaartjes ook vooral door je huis. Dat, weet je wel, alle dingen met het eten plak je op de koelkast of zo. Ja. En ga dan ook spelletjes doen van heen en weer brengen. En we hebben ook als tip dat je 3 bakjes hebt waarin je die kaartjes kan verzamelen. En dan heb je hem goed, mag je die in het bakje met een blije afbeelding van of een happy smiley of weet je wel, vakantie surfen, net waar je blij van wordt. Precies. Dat,
maak je ook heel even snel dat stofje aan door dat beeld. Beetje dopamine. Ja, krijg je even lekker gevoel. En je wil ook dat ze allemaal in dat bakje komen. En wat gebeurt er nu? Want mijn zoon die heeft daar best wel... dat het gevoel misschien als die in het rode bakje zou komen... nog wel veel intenser is dan wanneer die in het groene bakje... Ja, dus je moet hem niet meteen met een vulkaan dus, en een dus misschien moet lava doen. Dus moeten we alleen een groen bakje hebben waar die in mag. En geen vraagteken, dat kan ook. Ja. Ja, aan de andere kant... Ja, een vraagteken, die vind ik echt wel mooi. Ja. Want die moet ik die ja, maar moet aan nog de eventjes kant, iets hij verder. Hij wil toch dat rotgevoel vermijden, als het goed is. Ja. Hij moet ook niet in het drama verzanden. Dus hoe eerder die ze uit dat bakje weet te krijgen, hoe beter. Is ook waar. Dus het maakt hem ook wel weer veerkrachtiger. Ja, hij gaat weer iets sneller die leercurve door natuurlijk. Ja, hoop ik. En bijvoorbeeld zoveel mogelijk ook buiten doen. De zuurstof erbij en... Doe dingen op de trampoline, verstop die kaartjes in de tuin. Maak het een beetje speelser, dat je weer lol erin hebt, dat je ze allemaal hebt. Of dat je nog die ene moet zoeken. Als je er eentje kwijt bent, dan weet je straks echt wel welke je kwijt was. Ja, precies. En dat wordt onthouden zeker, weet je wel. Dus dat zijn echt wel... Ja, ik ben heel erg voorstander van spelen. Ik geloof ook echt dat door de blijheid en de beweging... en ook met iemand anders dat samen doen, die interactie... Ja. Die helpt gewoon heel erg om dingen... ontspannen, te leren. En wat je nu net ook zegt van... joh, degene die je kwijt bent... je weet echt nog wel welke je kwijt was. Dat moet je denken aan... Ik heb toen zo'n... volgens mij op Netflix... zo'n documentaire gezien over mensen... die echt zo'n mega geheugen hebben. Ja, die alles kunnen onthouden. En die dat doen... door dingen te koppelen aan bepaalde associaties... dat ze een soort van wandeling maken. Ken je Jim Quick? Ging het niet over Jim Quick? Ja, misschien wel. Ja de naam dus ben ik even kwijt. Dan moet je de avocado op je hoofd en de zalm op je wangen. En bijvoorbeeld nog brood halen. Dat stop je in je oren. En de boter die zit op je kin. Ja. En dan kom je in de supermarkt en dan raak je dat aan. En dan weet je En dan weer. Weet je wat je moet pakken. Ja, zulke systemen. Jim Quick, ik kan echt, als ik me even een beetje chill wil voelen en mijn huis aan het opruimen ben of zo, dan zet ik hem aan. Oh, wat goed. Hij ratelt lekker snel. Ik was eigenlijk aan schrijven op, maar dat hoeft helemaal niet. Want ik je kan deze podcast naar luisteren. Gewoon. Nee, maar dat is echt leuk. En hij heeft ook inderdaad al die geheugentips en zo. Ook omdat hij last had met lezen. En dus wilde voorkomen dat hij dingen vaker moest lezen. Heeft hij allemaal trucjes voor sterker geheugen. Ja. Ja, het is echt interessant. Ja, vind ik ook. Ja. Echt heel mooi. Dus daar kun je ook nog dingetjes van toepassen. Want ik zie absoluut. Wel een link ontstaan dat ik denk van dat is ook wel een kracht die je misschien... En hij is ook echt leuk om naar te kijken. Dus ik denk dan ook van als je een puber daarnaar laat kijken, is het alweer heel anders dan dat op school dat iemand gaat staan uitleggen. Maar het is ook vaak zo, als je dingen als hij dingen gewoon ziet op YouTube in een documentaire of wat dan ook. Levendig. Een beetje levendig. Ja. En ook niet vanaf boven van... jij gaat leren wat ik wil. Maar het is vanuit hemzelf, zeg maar. De motivatie, dat scheelt ook natuurlijk. Ja. En een ander dingetje waar we af en toe tegenaan lopen... is bijvoorbeeld bij wiskunde. Dan moet hij sommetjes doen. En ik vergelijk hem altijd met een soort van sneltrein, zeg maar. En die race knetterhard langs al die stationnetjes... stationnetjes heen. Tussenstappen, ja. En hij stopt gewoon... Hij begint op station A. En op een gegeven moment... soms heeft hij de één tussenstation tussen... en soms ook niet. En dan bij station Z... verschijnt gewoon eigenlijk... het antwoord in zijn hoofd. Maar dat is nu niet goed genoeg. Want hij moet nu... van de wiskundeleraar laten zien wat hij gedaan heeft en die tussenstappen opschrijven. Ja, dat is heel lastig. En dat is heel lastig, want dat kost zo ontzettend veel tijd. Want hij is eigenlijk aan het reverse engineeren van, joh, ik weet wat het antwoord is. Ja. Maar het kost meer tijd om die trein weer terug te laten rijden. Het sluit mooi aan op wat je net zei, van eventjes terugspoelen. Ja. Maar om die trein weer terug te laten rijden en af en toe even bewust te stoppen van oké, waar staan we nu hier? Ja, maar sterker nog, ik denk dat de meeste hoogbegaafden helemaal niet eens denken aan die trein. Die doen gewoon het teleporteren. Ja. Die trein is zelfs nog gewoon een hulpmiddel voor niet-beelddenkers om te begrijpen wat er gebeurt. Begrijpen van wat gebeurt er nou, ja. Maar beelddenkers gaan gewoon tjoen tjoen. Ja. Die trein hebben ze ook niet. Nee. Het is helemaal niet lineair gewoon.
Ja, nee, dat. Ja. Maar zie je dat bij dat bord staat ook go from A to B. En dan gaan de meeste mensen van A naar B. En dan bij mijn brein staat daar van A, waarom A? Naar B, waarom naar B? Ja. Kan het niet anders? Wat is er dan met G en S en Z? En waarom kan A niet hierheen komen? Weet je wel? Dus het is veel complexer. Het is niet zo van, oh, we gaan dan van A naar B naar C. Precies. Ja. Ja, en des te moeilijker is het. Je moet als dus wel een specifieke plek of tussenstap wordt van jou verwacht. Ja, precies. En ik snap wel dat het nodig is, hè? Want anders kan je inderdaad wiskunde niet opbouwen. Ja. Je moet weten wat je doet. Ja. Alleen te verwachten dat iemand dat al in zijn hoofd heeft gedaan, is eigenlijk niet correct. Precies. Ze hebben het niet gedaan. Ze hebben het niet overgeslagen. Het is gewoon niet gebeurd. Ja. En zo voelt het in ieder geval. Alsof dat antwoord wat jij net zei oplopt. Ja. Of er is gewoon geen ander antwoord. En hoe je er nou precies bij komt, ja. Weet niet. Nee, weet ik. Ja. Maar als je uitlegt van, oké, dat is wel eigenlijk wat wiskunde is. Dat leren die stappen te zetten en daarin te denken. Het is niet dat je iets verkeerd doet op dit moment. Je komt bij het goede antwoord. Precies. Alleen straks raak je wel in de problemen met formules en zo. Want dat plopt op een gegeven moment niet meer op. Ja, precies. Dus dan heb je wel die bouwstenen nodig. En als je dan 2 of 3 jaar wiskunde een beetje op je intuïtie hebt zitten doen, ja, dan mis je gewoon de fundering. Dus als je dat gaat uitleggen van, oké, okay, het is waarom. Echt blokken stapelen. Het is niet dat jij iets niet goed doet, maar we gaan je leren om wiskunde te leren. Ja. En het leren denken is de start van wiskunde. Het is niet dat jij iets niet kan. Het is alleen dat we een andere methode aanleren. Zodat je verder kan komen dan wat je nu kan komen. Ja. Ja, mooie. Ik denk dat dat ook een mooie realisatie is om gewoon inderdaad mee te nemen in het waarom. Ja, en dat dan verder gaat omdat de meester nou eenmaal wil horen wat jouw tussenstappen zijn. Ja. Want dat eigenlijk niet het achterliggende is. Precies. Ja. Het is niet om te checken of jij het wel goed hebt gedaan, maar omdat je leerkracht jou gunt dat jij volgend jaar ook nog verder kan komen. Ja. Dat is wanneer je iemand in het water gooit, die zal niet meteen verzuipen. Maar als hij het kanaal over wil kunnen zwemmen, is het toch wel handig dat je weet hoe je dat dan wel haalt, zeg maar. Ja, precies. Ja. Ja. Dus hoe ver wil je komen ermee? Ja, dan heb je soms technieken nodig. En die kun je leren van anderen die dat al uitgeprobeerd hebben. En wat mij betreft ga je daarna kijken wat past het best bij mij. Ja. Je mag het natuurlijk best aanpassen. En is daar dan ook een soort van combinatie van te maken? Want ik merk dat, nou, wat ik net al zei, dat er heel veel dingen bij hem gewoon plopte tussen aanhalingstekens. Maar toen die vorige keer dus inderdaad met formules bezig was en met die tussenstappen, toen werd zijn hoofd heel vol, zei hij. Maar het ging eigenlijk best wel goed. Want hij deed wel gewoon, wat hij deed was gewoon goed. En dat klopte gewoon. En toen zei hij tegen me van, ja, maar mama, het wordt nu wel heel druk. En ik hoor niets meer in mijn hoofd. Oh, ja. Ik hoor niks. Ik zeg, maar ze plopte toch? Ploppen is toch een visueel iets? Of ziet mama dat nou verkeerd? Maar wat hoor je dan niet? Ja, normaal gesproken, ja, dan zie ik het beeld opploppen. En dan lijkt het alsof het ook nog even voorgelezen wordt wat dan het antwoord is. Yeah. Maar dat hij zei van, ja, als ik die tussenstappen doe, dan lijkt het alsof ze stemmetjes en zijn plopkracht meer uitgaan, zeg maar. Ja, dat snap ik wel. Ja, ik denk dat het ook niet eens, het zijn ook weer niet echt stemmen. Het is een soort intern weten of zo. Ja. De wetenschap, de kennis. Ja. Het weten komt gewoon binnen. Precies. Vanuit binnen. Ja, ja. Of vanuit het universum, wat allemaal hetzelfde is en allemaal één is. Ja, precies. Maar ik kan me inderdaad voorstellen dat als je dan op die andere manier moet denken, in die tussenstappen, dan is het niet je authentieke kennis waarin je ingelogd zit, zeg maar. Dus je zit niet in je iCloud van kennis. Ja. Dus het moet via een ander spoor en dat kan verwarrend zijn, denk ik. Ja, ik heb het zelf niet zo heel erg auditief, maar ik heb ook wel bijvoorbeeld de interne dialoog. Ja.
waarvan sommige mensen dan zeggen, ja, ik heb stemmen in mijn hoofd. Ja. Wat ik ook vroeger heb laten onderzoeken, van ik heb stemmen in mijn hoofd, ja, dat is het probleem. En die psych die zei gelukkig, jij moet eens even weer wat meer gaan schrijven. Want het bleek dus dat ik gewoon verhalen aan het maken was met dialogen waarin mensen met elkaar een gesprek voeren. Net als dat je bijvoorbeeld zelf een gesprek nog na kan spelen in je hoofd. Van ik had daar dit of dat moeten zeggen. Of wat zei die daar nou precies? Yeah. Of wat gebeurde daar? Kan ik dat ook doen? Ja, ik kan niet voor niks zo snel boeken schrijven. Dat werkt gewoon automatisch, zeg maar. Maar het is niet echt horen. En het is ook niet echt bedenken. Het is een soort stroom waarin je meegaat. Dus als iemand dan zegt, oké, nu moet je zeggen hoe je dat doet. Ja, het is net als een beekje en dan even stopzetten. En hoe stroomt dit beekje? Dan moet je naar dit stukje kijken. Hoe stroomt dit beekje? Ja, weet ik veel. Dat is veel groter. Ja, het is echt een soort flow. En wat ik, wat ik ook wel eens als vergelijk voor mezelf maak, is het voelt als een soort van surfen. Waarbij je gewoon steeds een nieuwe golf En dan pakt. Komt er iemand die zegt, oké, nu moet jij zeggen, wat doet je voet precies op dat moment als die golf omklapt? Ja. Dan ga je op die voet letten en dan weet je toen niet meer hoe werkt het dan. Nee, je bent niet helemaal. Geen idee. Je mist je hele golf, zeg maar. Ja, precies. Dan ga je echt vallen. Maar je kan het ook helemaal niet goed beschrijven. Want het is gewoon een geheel van dingen. Het is organisch. En het inzoomen op zo'n detail maakt het gewoon heel complex. Ja, zeker. Zeker als je graag naar het geheel kijkt. En naar alle aspecten tegelijk. Inclusief het gevoel. Maar ook bijvoorbeeld de zorg over de toekomst van dat wat er gebeurt. Of wat is de herkomst van dit? De situatie of het gebruik. Of weet je, je neemt zo ontzettend veel mee daarin. Dat je gewoon niet kan verwachten dat iemand op basis van zo'n detail met een goed verhaal komt. Weet je, het voelt ook vaak uit balans. Sorry. Ja. Dat er heel erg veel focus wordt gegeven op aan een bepaald detail. Ja. Terwijl in je hoofd botst dat, want dat klopt niet. Die lading bij dat detail klopt niet. Nee, precies, dat ook. En ook, je hebt van die spelletjes dat je van, dan zie je een foto en dan zie je een heel klein dingetje. En dan moet je zeggen waar dat van is. Ja. Nou, ik denk dat voor veel beelddenkers is school de hele dag dat spelletje doen. Ja, mooi vergelijk. Waarom moet je dit nou weer doen? Wat is dit? Ja. Is het onderdeel van wat? Wat bereiken we hiermee dat ik dit kleine opdrachtje nu moet doen? Ja. Het is net of je de hele dag dat puzzeltje zit te doen. Het is vermoeiend. Er is ook niks meer aan gewoon. Ja. Ja, heel mooi. Ja. Ja. Ja, waar ik me wel over verbaasde was dat ik net zei van joh, het komt ook in. Nee, je zei net al van ja, het is niet echt stemmetjes, maar het is een soort van dialoog die uit jezelf komt. Is dat iets wat ook wat vaker bij beelddenkers voorkomt? Of is dat juist weer een andere manier van denken die hij combineert daarin? Ja, het is denk ik wel veel meer dan denken. Het is weten, voelen, ervaren, verwerken. Ja, ik denk dat het het hoger bewustzijn is. Ja. En ook nog in verbinding staan met andere tijden of andere plaatsen. Weet je. Het is meer het geheel van. Ja, het klinkt misschien een beetje zweverig, maar weet je wel, het is het geheel van alles. Ja. Het is het universum en dan in alle richtingen en oneindig. En weet je wel, het is zo groot. Ik weet niet, het is niet een andere manier van denken alleen, maar het is gewoon veel meer dan dat. Ja. En toch wordt er dan gewoon van zo'n heel klein stukje precies die reactie verwacht. Dat is gewoon ingewikkeld. Constant alles maar weer, nou wat ik al zei, zoveel weer swipen, dat moet er niet in. Heel dit gevoel hoort er niet bij, mag ik niks mee. Je bent steeds maar aan het, eigenlijk aan het elimineren wat er met jou gebeurt. Zodat je precies tot dat antwoord komt dat van je verwacht wordt. Ja. Hoogbewustzijn. Er klikt iets in dit kader. Past dit. En is dit voor mij inderdaad ook een soort van puzzelstukje naar iets waar ik ook nog verder
mee op zoek was. Dus dat is heel mooi. Ja, ik vind het zelf wel heel mooi inderdaad om daar ook over te lezen. En, ja, ik ook. Of ik ben niet meer zo'n lezer. Niet? Ja, ik vind het ook wel lekker als ik het gewoon dan een beetje zie of als iemand het vertelt. Of als ik iemand kan ondervragen ergens over, dat vind ik altijd het lekkerst. Dan krijg ik het op mijn... Dat merk ik nu ook wel, hoor. Dat het gewoon echt heerlijk is om met allemaal mensen podcasts te maken. Ja, dat toch? Ik denk, oh, en ik mag nu alle vragen stellen die ik in alle boeken die ik heb gelezen. Of de vragen die ik nog over had. Ja, dat ik denk van, oh, en dat stond er niet in. En dat had ik nou gehoopt op die volgende bladzijde te lezen. En nu kan ik het gewoon zelf vragen. Ja, hoe heerlijk is dat? Dat je dat gewoon kunt doen. Ja. Ja, een ander onderdeeltje wat ik echt geweldig vind bij mijn zoon, is dat hij echt toch ook een beetje dat stukje spelen met taal heeft, zeg maar. Dus echt die woordgrapjes, maar dan dat hij de link maakt gelijk weer in beelden. Dus vaak zijn dus de woordgrapjes grappig, nog niet zozeer om het woordgrapje, maar om het beeld wat hij erbij visualiseert en wat hij dus over kan brengen. En vond ik echt een super gaaf voorbeeld. Hij was zelf animaties aan het maken, dus echt van die animatiefilmpjes om op YouTube te zetten. En daar waren twee van die poppetjes en die hadden ruzie met elkaar. En een van die poppetjes zei, I will defeat you. En dat poppetje, ik wil je verslaan, dus in het Engels. Ja. Maar wat had hij ervan gemaakt? Dat poppetje pakte een zwaard en die hakte zo die voeten van dat andere poppetje af. Dus in plaats van dat het werd, I will defeat you, ik ga je verslaan, werd het, I will defeat you, ik ga je ontvoeten. Ja. En daarmee heb ik je dus ook verslagen. Ja. Want jij kunt niks meer, want je hebt geen voeten meer, zeg maar. Ja. En nou, dat is één voorbeeldje. Super intelligent grapje op echt superveel niveaus. Want hij weet dus ook hij weet ook het verschil in de spelling blijkbaar. Ja. Want anders is het niet eens grappig. Als je gewoon echt denkt dat het ontvoeten is, is het geen grap. Juist. Ja, dus het is echt heel intelligente grap, ja. Ja, nou, precies. En daar had hij dus ook, van wat je zegt, had hij dus ook iets in gedaan. Want hij had dus ook een soort van... De tekstprokjes erbij gedaan van wat mensen dan zagen. Ja. En hij ging dus iedereen die het liet zien, kijken of dat ze getriggerd werden of dat hij het verkeerd had gespeld. Oh ja, ja. Dus of het klopt. En dan ja. zei hij van de mensen die het verkeerd hadden gespeld, die begrepen de grap niet, mama. Nee dat, inderdaad. Ja, dus dat vond ik ook heel... Dat is ook soms een nadeel, ja. Ja. Maar dat is ook wel weer grappig als je daar dan weer mee gaat spelen. Ja. Ik hoorde gisteren een grapje... Dat iemand zei in het Engels, die legde uit, er is nieuw onderzoek gedaan naar dyslexie en dat kunnen ze nu oplossen. En die vrouw zei, oh ja. Zei hij, yes, it's music to my arse. Dus als je dat husselt, krijg je natuurlijk eerst. Maar die grap, die vrouw die snapte de grap, maar die andere vrouw die erbij zat, die snapte hem niet. Dus je moet wel dan ook nog in staat zijn om dus wat je hoort, de klank, te vertalen naar het woord... Inclusief de spelling. Die spelling husselen. Ja. En weten dat dat de grap is. Het gaat allemaal super snel. Heerlijk, hè? Ja, ik hou er wel van. Ja, ik hou daar echt wel van zulke soort, van zulke soort grapjes. Zie jij dat vaak? Dat ik zie het bij ook heel veel vriendjes van mijn zoon. Wat eigenlijk een beetje gelijkgestemde zijn, zeg maar. Zie ik dat ook heel vaak terug. Die woordgrapjes. En die begrijpen elkaar dan ook direct in één keer. En weet je, kunnen dan ook lekker surfen, weet je. De ene maakt die en dan maakt de andere, die maakt weer die grap. En die gaat er zo overheen. Heerlijk. Ik denk wel dat dat een van mijn favoriete hobby's is. Ja. Met mensen die ook heel erg in beelden denken. En de grappen kunnen dan ook echt gewoon maar uit één of twee woorden bestaan. Of dat je alleen maar naar elkaar kijkt en dan precies. Ik weet wat jij nu in je hoofd ziet. Ja. Ja, dat is echt lekker. Ja, ik kan heerlijk. Ik van genieten. Ja, ik ook. Het is echt, echt zo mooi. Ja, maar goed, we hebben het er wel al over gehad dat het dus niet altijd even makkelijk is, zeg maar, in een onderwijssituatie. Nee. In een onderwijssetting. Dat... je noemt het ook al in je boek De Droomdenker.
het wordt vaak ook heel erg verkeerd begrepen. Dat je juist niet aan het opletten bent. Dat je juist de verkeerde verbanden legt. Dat je niet bij de les blijft. Ja. Ik probeer dat soms over te brengen, zeg maar, aan leerkrachten ook. En we hadden het er net al over. Maar zouden zij gewoon soms ook dingen over kunnen brengen op een manier die wel voor hen passend is? En zou er niet meer een mix moeten komen in het onderwijs tussen het auditief leren en het juist leren, meer top-down en in beelden en dergelijke. Ja. En zou daar ook in bijvoorbeeld het onderwijs voor begaafde kinderen, zouden we daar nog meer mee kunnen doen? Want ook daar is het vaak toch, ook al is het soms meer top-down en meer compacte en meer verrijken, maar vaak toch ook nog wel heel erg sturend. Auditief. Ja. Ja, dat ook, ja. En ook sturend. Ik denk dat je zeker veel kunt bereiken door meer beeld toe te voegen. Ja. Ook om iets met beeld te beginnen en niet pas, oké, ik maak het in taal en dan ga ik daar de plaatjes bij zoeken. Ja. Dat maakt dan een groot verschil. Ik denk ook dat het heel erg helpt. Ik hou heel erg van dat ze zelf met hun onderzoeksvragen starten. Oké, wat weet je al over dit onderwerp? Wat zou je erover willen weten? Wat voor nut zou het kunnen hebben? Maar ja, ik ben ook heel erg voor het projectmatig werken. Vaak zijn hoogbegaafde kinderen heel bewust van maatschappelijke problemen. Of bijvoorbeeld het oerwoud redden. Nou, prima. Zoek een goed doel. Weet je wel, maak er een project van met een groepje van 5 of 10 mensen. En laat iedereen een taak gaan uitvoeren. En aan elkaar overbrengen van hoe heb je dat aangepakt. Om bijvoorbeeld geld te verzamelen voor een nieuw schoolplein of voor het regenwoud. Je hebt sponsors nodig. Je moet berekeningen maken. Misschien wil je een boek maken. En dan moet je investeren in de productie. Weet je wel, dus maak een specifiek doel. Helder, zichtbaar, tastbaar. Laat ze op zoek gaan naar voorbeelden van geslaagde eerdere projecten. Of mensen die dat al gedaan hebben. Dan kan je met die mensen praten, dingen vragen. Dat is pas echt top-down wat mij betreft. Zeker. Ja, en je kunt het heel mooi koppelen. Wat je net al zei van Josse. Ze kunnen zich echt dingen soms heel erg aantrekken. Dus je zit ook direct op dat stukje intrinsieke motivatie. Ja, precies, want je geeft ze een mogelijkheid om, al is het maar zo'n stukje verschil te maken, precies, zeg maar. Om het steentje in het water te gooien en te kijken wat het doet. Ja, en ze leren dat ze ertoe doen. Ja. Dat je niet eerst school moet hebben en een diploma moet hebben en oud moet zijn en geld moet verdienen en dan pas ben je goed genoeg. Ja. Je bent ook vandaag al goed genoeg. Ja. En heel veel kinderen hebben er moeite mee dat het voelt alsof ze nutteloos zijn in dit leven, zeg maar. Van wanneer ga ik nou eens iets doen waarvoor ik op aarde ben gekomen? Dat gevoel hebben ze heel vaak. Ja, je kan ze gewoon leren dat met dat soort kleine projectjes ben je jezelf aan het klaarstomen om straks grotere dingen te bereiken. Ja. En dat is duidelijk. Dat is super mooi. Maar als je zegt, als je dit boek uit hebt en je hebt die toets gemaakt en je hebt dat cijfer, dan komt het wel goed met je. Dat is niet zo. Nee. Je kan beter die skills leren, die vaardigheden leren. Ja, precies. En ook leren dat je dingen niet weet. Dat je dat aan iemand kan vragen. Hoe belangrijk is dat niet? Dat je om hulp durft te vragen als het niet lukt. Dit zijn de skills die we later in het leven ook nodig hebben. Maar hoe moeilijk is dat dan niet? Want je leert toch eigenlijk alleen maar jij moet het doen. Ja. En je moet het doen op deze manier. Ja. Dus je bent ook zelf als je het echt wil, dan kan je het. Dat is heel vaak helemaal niet zo. Nee. Ik kan me er echt over opwinden. Ja. Want Je kan het doordat je op een gegeven moment hulp gaat inschakelen. Of doordat je een andere manier gaat proberen. Het is niet als je maar hard genoeg je best doet. Nee, soms moet je echt even stoppen. Ja, en dat is ook een kracht die ze gewoon zo moeten leren. Want hulp zoeken, dat is echt een van de moeilijkste dingen die je kunt doen. En zeker als je zo vaak afgewezen bent. En dat is voor hoogsensitieve mensen, komt dat gewoon knijtershard aan. Ja. Als je één keer zegt van een broek staat je niet. Ja, dan denk je misschien wel eeuwig dat je nooit meer een broek aan moet doen of zo. Voor iedereen. Ja. Ik noem maar even iets stoms.
Soms wordt dat ook gewoon veel te drastisch als feit opgeslagen. Ja. Omdat het er zo in hakt. Ja. En je weet helemaal niet eens meer hoeveel van die overtuigingen je als feiten hebt opgeslagen. Of weet je wel, meningen hebt opgeslagen als feiten of als overtuigingen. Ja. Het is een ingewikkeld complexe web, zeg maar, van het een volgt op het ander. Maar het maakt het er niet handiger op als je dan daardoor ook denkt van, ik moet niet meer iemands mening vragen bijvoorbeeld. Want dat kan pijn doen. Ja. Weet je wel, dat is dan wel een gevolg van een keer pijn hebben gekregen van iemands mening. Ja, precies. Waardoor je veel meer nog in je eigen wereld zit. Terwijl eigenlijk de rest van de wereld ook zoveel te bieden kan. Je kan best kan wel hebben. Af en toe iemand de kans geven om jou iets van nieuwe informatie te geven. Ja. Wat je misschien best wel goed kan gebruiken. Ja, mooi. Ja, maar dat is soms wel echt... kijk, dat heeft niet allemaal met hoogbegaafdheid en zo te maken. Maar ik denk wel, omdat ze gewoon... in een hoogbegaafd brein kun je gewoon superveel stoppen. En superveel weer opvissen. Ja. Dus ik denk dat gemiddeld heb je veel meer afwijzingen nog in je systeem zitten... dan iemand die dat niet allemaal heeft opgeslagen... en zo diep en heftig heeft verwerkt en, weet je wel... zijn systeem heeft geïntegreerd. Dat klopt ook zo. Weet je, vrienden van mij die zeggen heel vaak van... joh, jij bent net een olifantje. Ja, jij weet alles wat gezegd is. En het gevoel wat je erbij had. En de emotie die het opriep. En de vragen die het opriep. Ja. En hoe jij het ervaren hebt. Je weet nog alles. Al is het van de peuterschool, de kleuterschool. En dat is ook zo. Maar het is niet altijd even makkelijk. Dat je al die dingen niet. Nog weet. Ja. Maar daarom is het ook wel fijn als je iets vindt waarbij je dat juist goed kan gebruiken. Ja. Want bijvoorbeeld voor interviewen is het super fijn als het kan. Ja. En of als je kunst wil maken of een documentaire of zo. Dan weet je wat je allemaal aan het materiaal hebt. Ja. En wat je daarmee kan doen en hoe je dat kan combineren. Daarvoor is het wel weer heel lekker. Ja, dat is zeker heel mooi. Het is een mooi bruggetje ook. Nou eigenlijk een van de laatste dingen waar ik het nu nog over wil hebben gezien de tijd. We hebben natuurlijk van heel veel dingen ook een beetje aangeraakt van joh, waarom dingen nu lastig kunnen zijn. Maar het is natuurlijk ook een ontzettend mooi iets. En het lijkt me leuk om op een hele mooie manier deze podcast af te sluiten. Heb jij misschien mooie verhalen of anekdotes waarvan je zegt van... ja, dit is beeldteken en het is heerlijk? Wat ik zei inderdaad... het beeldteken kan gewoon heel erg je kracht zijn. Vooral ook in het ontwerpen of het creëren van dingen. Ja. Het kan kunst opleveren, maar ook dat je bijvoorbeeld heel goed wordt in reclames maken. Ja. Bedenken. Uitvinders natuurlijk. Ja. Omdat je iets al voor je kan zien wat er nog niet is. En er zelfs omheen kan lopen. En kan voelen. Wat dat gaat opleveren. En ook wat het probleem gaat zijn. En dus weer verder gaat voordat je dat prototype gaat maken. Ja. Heb je het eigenlijk al van alle kanten bekeken. Ja. Dat is echt een superkracht. En eigenlijk heb je je eigen prototype al. Soms maak je hem nog om te visualiseren of te toetsen van hoe wordt het nu ontvangen anders. Door andere mensen. Ja. En ik denk dat dat wel echt het belangrijkste is. Hoe beter je leert om bijvoorbeeld je gevoelens te vertalen. Weet je wel, zorg dat je 40 woorden kent voor emoties in plaats van die 5 die de meeste mensen maar hebben. Zorg dat je je ideeën leert vormgeven op papier als dat voor jou... Ja. Als tekenen makkelijker is, doe je het zo. Voor mij is het, weet je, ik wilde films maken vroeger. Ja. Maar toen op een gegeven moment had ik door, daar heb je heel veel mensen voor nodig. Die moeten allemaal begrijpen wat jij wil maken. Moet je geld hebben, moet je spullen, kost veel moeite. Ik ben ook graag, sommige mensen noemen hoogbegaafde lui. Ik noem het energie-efficiënt. Heel goed. Ja, dus doe mij maar gewoon de kortere route. Ja. Als het mij lukt om met taal dat filmpje in jouw hoofd te schrijven, dan kan ik het in mijn eentje. Ja. Dat geeft mij vrijheid. Ben ik zelfstandig. Gaat sneller. Ik haal helemaal niet van typen. Maar het lukt mij om daarmee in jouw hoofd een filmpje te maken. Mooi, nou, lekker. Dus weet je, dat soort dingen, als je die vaardigheden leert om iets te doen met je kracht.
Ja, ik ben dus echt fan van vrijheid en wel de verbinding voelen met je omgeving, maar ook met het grotere geheel. Ja. Ja, bij mij zit het daarin, in die wolk van gevoel, van beeld. Maar ja, het hebben van de skills is gewoon echt belangrijk. Mooi, dus dat is ook eigenlijk iets wat je met je kinderen, maar ook voor jezelf gewoon meer zou kunnen ontwikkelen, zeg maar. Ja, om ben het ik echt helemaal te laten bloeien en als kracht. Ja, zoek iemand op die het ook kan. Weet je wel, geef je kinderen een mentor. Niet op school, maar bijvoorbeeld in sport of zo. Of laat ze met iemand praten die meubels kan ontwerpen. Hoe pak je dat nou aan? Geweldig. En het kan iemand in je familie zijn, want it runs in the family. Dus er is vast wel een oom of een neef of een tante of een oma die ook zich daarin herkent. Geef dat boek mee. Weet je, je kan in het boek ook dingen invullen. Ja. Dus je krijgt eigenlijk een soort handleiding van zo gaat het in mijn hoofd. Nou, als je kind daarmee naar oma gaat, die dat misschien wel herkent, krijg je vanzelf dat het klikt. Mooi. En hoe mooi zou het zijn als oma en kleinkind samen op die reis en die zoektocht kunnen gaan. Ja, dat is toch geweldig? Ja, heerlijk. Ja. Ja, ik... We zijn al meer dan een uur aan het praten, dus we moeten jullie echt een einde. Ik zou nog uren door kunnen praten. Is er nog iets waarvan je zegt van, nou, dat hebben we nog niet besproken, dat wil ik nog wel eventjes meegeven? Ja, geniet ervan. En ik denk ook, geef elkaar meer tijd en meer ruimte. Ja. Überhaupt om met antwoorden te komen als er iets aan de hand is, maar ook hou er rekening mee dat zoveel prikkels binnenkrijgen, die ook nog eens diep verwerken, ook nog eens dat gevoel weer herbeleven als je erover nadenkt. Het kost gewoon tijd. Ja. Dus laat ze gerust alleen zijn, even hun eigen ding doen. Ga veel naar buiten, weet je, het bos in of zoek de ruimte op. Want in de ruimte heb je de ruimte voor al die dingen die nog in je systeem zitten. En ik denk dat dat gewoon echt heel belangrijk is. En dan, wat jij ook zegt, dan kun je ervan genieten met elkaar. Wees je ervan bewust dat je verschillen hebt en dat het geen onwil is als iemand dus niet met de reactie komt die je zou hopen. Ja, mooi. Ja, en als je elkaar die ruimte gunt, dan kun je elkaar weer opzoeken. En dat vind ik heel belangrijk. Ja, ik denk dat dit een mooi reflectiemomentje, spiegeltje is voor mensen om mee af te sluiten. Ja, en, ik hoop het. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Jij ook bedankt. Ja. Mocht je na het luisteren van deze podcast nog meer informatie willen over dit onderwerp, mijn boek Een Intense Reis is te koop via uitgeverij SWP, swpboek.com/2349 of de online of lokale boekwinkel. Ook kun je voor meer informatie altijd terecht op www.eenintensereis.nl.